WTC Den Haag werd verbouwd in de afgelopen maanden. De bestaande situatie met verschillende WTC-torens en diverse ingangen werd met een ingrijpende verbouwing getransformeerd naar een overzichtelijke centrale entree die toegang geeft tot de andere WTC-gebouwen en veel extra faciliteiten biedt voor de daar gevestigde bedrijven en voor de omgeving. Na 6 maanden waarin vooral de bestaande huurders geregeld overlast van werkzaamheden ondervonden, was het vrijdag feest in het WTC en werd de nieuwe entree officieel door de wethouder geopend. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ladies and gentlemen, welcome to this splendidly redeveloped WTC in The Hague. The World Trade Center The Hague has become a valued partner in strengthening our local and regional economy. With the changes that made recently, WTC The Hague can continue to play a significant role in further strengthening our economy. It was with great pleasure that I'm here today at the official opening of the redeveloped WTC. And this moment symbolizes the growth and development into a lively hub for national and international business here in the Beatrixkwartier, but also in The Hague and the regional area. We vieren vandaag dat WTC Den Haag is heropend. Het bestaat al sinds 2012, maar we hebben het nu geoptimaliseerd. Dit was nodig omdat we 2 entrees hadden. 1 aan de linkerkant van het NH-hotel, wat hier ook zit. Er zit hier ook een NH-hotel met 240 kamers. Links van het NH-hotel was een entree en rechts. En mensen die vanuit de parkeergarage van Duitse plaatsen kwamen, die wisten niet hoe ze moesten lopen. Die verdwaalden, want het zijn 5 kantoortorens. Dus dat is best veel. En we hebben nu... Alles komt op 1 punt naar boven en op het moment dat je boven komt, dan kom je in deze mooie zaal. En dan kun je kiezen uit welke faciliteiten je wil. Of je gaat met de roltrap naar boven en daar verbindt alles de 5 torens en kun je in de lift stappen naar waar je wil. Nou, het belangrijkste is dat we van 2 entrees met dit gebouw terug zijn gegaan naar 1 entree. Dit is nu het hart van het gebouw. Dit is de plek waar alle faciliteiten, services bij elkaar komen. Dus de sportschool, de horeca, Albert Heijn To Go, ook een shoku, een noodlebar, de koffiecompany, het kinderdagverblijf. Eigenlijk alles vindt hier plaats. Dit is het hart van het gebouw. We hebben 1 grote entree gemaakt met enorm veel faciliteiten erin van een koffiecompany. Tot Albert Heijn To Go, een sportschool boven ons hoofd. Maar ook Mondano. En dat moet de centrale ontmoetingsplaats worden van heel ondernemend. Maar dat hoeft niet per se ondernemend te zijn. Je kunt ook privé hier naartoe komen. Maar dit wordt echt de ontmoetingsplek voor zakelijk Den Haag. Het nieuwe werken vergt eigenlijk ontmoetingsplekken en dit is hoe wij invulling geven aan dit soort ontmoetingsplekken. Een mix van functies, je gaat niet meer van 9 tot 5 naar je kantoor, nee, tussendoor spreek je met een collega of met een vriend of vriendin af om een kop koffie te drinken, te lunchen, iets te eten dus. Dus informeel en formeel loopt door elkaar heen en dat past heel goed in plekken zoals hier. Het Beatrixkwartier is wat kantorenlocatie betreft de 2e van Nederland na de Zuidas in Amsterdam. Dus we hebben PostNL tegenover ons, Siemens, Nationale Nederlanden, CAK, RVO. Maar die mensen ontmoeten elkaar amper. We hebben wel wat aan initiatieven met de Green Business Club. We sporten wel eens samen. Maar het zou zo mooi zijn als die mensen elkaar ook hier gewoon kunnen ontmoeten. En samen kunnen werken. En gewoon kunnen ontspannen, af kunnen spreken. In het Beatrixkwartier was eigenlijk niet zoveel aan voorzieningen. Wat we hadden was wel hier, maar het was heel erg in het gebouw. De koffiecompagnie zit nu ook naar buiten gekeerd, in de plint en hetzelfde met Albert Heijn To Go. En dat is wel goed om ook nog meer zichtbaar te maken naar de omgeving, dat je hier die faciliteit hebt en maak er gebruik van. Niet alleen in het gebouw, maar alle gebruikers in de buurt. We hebben de gevel al van transparant glas gemaakt, dus je kunt nu al van de buitenkant zien wat hier is. En voor de rest gaan we natuurlijk enorm de boer op met wat we hier doen. Dus pers, maar we gaan ook acties doen. We gaan in ieder geval iedereen in Den Haag en al helemaal in het Beatrixkwartier laten weten dat we hier zitten. Daar kan straks niemand meer omheen.
deze zet is goed voor het gebouw, eigenlijk voor het gebied, voor Beatrixkwartier, tweede kantoorlocatie van Nederland en de hele regio. Dus ik hoop dat mensen die ook gewoon in Den Haag een afspraak hebben zeggen, we spreken even af bij Mondano, we doen een drankje of we eten wat en we hebben een zakelijke bespreking. De nieuwe entree biedt veel faciliteiten en voorzieningen voor bedrijven uit de omgeving en bedrijven die in het WTC zelf gevestigd zijn. En dat zijn veel internationale organisaties, maar lang niet alleen. Dat is een beetje een misverstand, dat het hier alleen maar internationaal is. Nou, dat is het niet. Er zitten hier enorm veel MKB'ers uit Den Haag die hier het erg naar hun zin hebben. Je kunt hier van een businesspot in je eentje, een flexplek, tot 5 personen, tot 20, tot multinational groeien. Dus dat is helemaal niet waar. En daarnaast denken mensen dat vanwege alle voorzieningen we heel duur zijn. Ook dat is niet waar. Wij bieden hier ook werkplekken voor van postbus tot 10.000 vierkante meter kantoor en alles wat er tussenin zit. Flexibel, vergaderen is flexibel, congres, hotel. Dus eigenlijk voor iedereen, ook voor de ZZP'er bijvoorbeeld, is hier een prachtige werkplek te krijgen. Het WTC Den Haag was in de afgelopen jaren nog vrij onbekend bij veel mensen in de regio. Of men wist niet goed waar het was. Met de nieuwe grote uitnodigende entree en de vele nieuwe voorzieningen daarin gaat dat wat het WTC betreft heel snel veranderen.